Delano Lallan, een hattrick, dat is fijn voor een spits, of niet? Ja, zeker. Het is hartstikke fijn als je belangrijk voor een ploeg kan zijn. En ook door naar de volgende ronde. Meteen met de deur in huis vallen, waar hoop je op? Ja, we hopen natuurlijk gewoon op een leuke tegenstander om onszelf gewoon weer te kunnen laten zien zoals we in de competitie ook gewoon doen. Neem ons mee in de wedstrijd. De eerste helft wat stroever, de tweede helft dan toch maar eroverheen gedenderd. Ja, daar ben ik het mee eens. De eerste helft was lastig. De licht viel ook twee keer uit. En de tweede helft dan gaat het wel een stukje makkelijker. Hoe ga je daarmee spelen om als de licht uitvalt? Je gaat naar binnen, je wordt koud. Is dat niet slecht voor de spieren? Ja, je moet wel zorgen dat je warm blijft. Je moet een beetje rekken. En dan, het was ook niet heel lang ertussen, dus dat is prima. Maak je nog onder de wedstrijd een beetje zorgen dat je hier 4 erheen komt rijden, licht uitvallen en denk van nou, als die wedstrijd nou maar niet gestaakt wordt? Ja, het is wel, als we weer terug moeten komen is het wel een stukje rijden. Maar ik ben blij dat het nu afgelopen is. Je denkt, Robert Muren is er vandaag niet bij. Laat ik dan maar meteen een hattrick maken? Ja, nee, dat is die gedachte niet. Robert doet het hartstikke goed. En ik ben blij dat ik ook mijn stage kan bijdragen. Wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? Want je hebt een goede spits voor je, Robert natuurlijk. Ga je die concurrentie met hem aan? Natuurlijk ga ik de concurrentie aan. Het zou niet goed zijn als ik dat niet zou zeggen. Maar zoals ik net zeg, Robert doet het goed. Het team doet het goed. We draaien goed. En ik ben blij dat ik daar een steentje bij kan dragen.